Hey guys, ik was vorige week in Engeland en ik heb niet super veel kleding of make-up of zo geshopt, maar wel heel veel andere dingen zoals snoep en lifestyle dingen en zo. En ik had een vlog online gezet waarin mijn zus en ik zo de winkels gingen verkennen en jullie vroegen massaal mijn shoplog, dus ik dacht, oké, ik ga een shoplog maken. Weer tas met alles wat ik heb gekocht en dat ga ik nu aan jullie laten zien. We zaten in Stevenage, dat is een klein stadje, een beetje boven Londen, dus we zijn niet in Londen geweest of zo, maar ze hadden daar bij ons hotel ook gewoon een groot winkelcentrum. Nou ja, groot winkelcentrum. Er waren gewoon een aantal leuke winkels. En er zat een Tesco tegenover ons hotel. En dat is een soort van supermarkt slash Walmart slash je hebt er echt gewoon alles. Het kan zijn dat de dingen wat door elkaar zitten, want ik heb het niet gesorteerd. Maar als eerst heb ik hier frozen pennen. Want ja, ach, wat zal ik zeggen. Er zat er nog eentje bij. Eentje met Olaf erop. Maar die heb ik al gebruikt, dus die zit er eventjes niet meer in. We kwamen een soort van Action Big Bazaar-achtige shop tegen. En het was heel leuk. En bijna alles was 1 pond of 99p. Dus toen heb ik deze Frozen pennen gekocht. Want ik hou van pennen. Ik hou van Frozen. Ik vond het wel een mooie combinatie. Dan heb ik deze oorwarmers gekocht. Want ik ben een klein kind. Ik vond dit gewoon zo schattig. Ah. En ze zijn echt heel erg lekker. Ik heb ze zelfs in huis gedragen de afgelopen paar dagen. Ze zijn groot en ze zijn heel erg zacht en fluffy. En daardoor zitten ze super lekker op je oren. En ik krijg winters gewoon altijd heel snel oorpijn als het koud wordt en ik moet op de fiets en zo. Door de wind gaan mijn oren dan pijn doen. Dus daarom zijn dit soort oorwarmers dan heel erg welkom. Ook al zien ze er een beetje belachelijk uit. Maar daar hou ik wel van. Deze drie paar sokken komen van New Look. Het was een actie drie paar voor 5 euro. Dus daar hebben Saskia en ik natuurlijk gebruik van gemaakt. Ik heb allereerst deze sokken met pingwings erop. En het leuke vind ik is dat de ene sok een pingwing heeft met een rode sjaal en een rode muts. En de andere pingwing heeft een blauwe sjaal en een blauwe muts. Dat vind ik echt zo'n cool detail. Dan heb ik deze met een giraf erop. En er zit er zo'n knoopje en dat moet de giraf zijn neus voorstellen. En dat vond ik ook wel heel erg schattig. En tot slot heb ik een katje met allemaal vissengraatjes die zo erbij getekend zijn. Dus dan is het einde van je voet een kat. En voor de rest zitten er allemaal vissengraatjes op je sok. Oh ja, dit is ook wel een mooi verhaal. Ik ga niet alle kaarten laten zien, want ik heb sommige gekocht voor mensen die dit misschien wel kijken. Shit, ze zijn echt bijna allemaal voor mensen die dit misschien wel kijken. Nou goed, ik ga er drie laten zien. Saskia en ik kwamen de Card Factory tegen en dat is dus een hele grote winkel met heel erg veel aanzichtkaarten. En Saskia die houdt heel erg van kaarten, die koopt ze echt super vaak en die verstuurt ze ook heel vaak. Ik wat minder, maar op een of andere manier liep ik ook in die winkel rond en dacht ik, ik moet alles kopen, dit is zo leuk. En de kaarten waren echt veel goedkoper dan in Nederland. Want dit zijn van die grote kaarten. En deze waren 1 pond, 99p. Dus dit is ongeveer 1,27 euro. En in Nederland betaal je daar echt veel meer voor als je zo'n grote kaart koopt. Maar ik heb dus onder andere kerstkaarten gekocht. Deze kan ik wel laten zien, want deze is gewoon, deze wil ik gewoon voor hier thuis aan iedereen geven. To all the family, with hugs at Christmas. Zo schattig. En er zit er hier ook nog iets binnenin. Dit is bijvoorbeeld een verjaardagskaart voor mijn zus. For you sister, your wish with a wonderful birthday. En dan zit hier binnen ook nog wat tekstjes. En deze is niet specifiek voor iemand. Deze komt van Tesco trouwens, niet van de Card Factory. Maar dit is ook een hele schattige, lieve kaart. En zo leuk! En ik heb er dus heel veel gekocht. Ik zie hier, alle rode dingen zijn enveloppen, maar alle andere kleurtjes, dat zijn kaarten. Dus dat zijn er best wel wat. Sorry, ik ga ze dit niet allemaal laten zien, want ik wil niet dat mensen al zien wat voor kaarten ze krijgen voor kerst en voor hun verjaardag en zo. Dan heb ik dit onwijs schattige opschrijfboekje. Deze kochten Saskia en ik allebei bij Tesco. De voorkant vind ik al ontzettend leuk met al die typemachines, maar de binnenkant is nog leuker. Ik zal het even goed proberen te laten zien, want elke bladzijde is dus compleet anders. En het is allemaal met bijvoorbeeld hier, dan zitten er van die paperclips en zo. Het is echt super leuk vormgegeven. Elke bladzijde is anders. En natuurlijk wordt het ook alweer herhaald, maar het ziet er gewoon heel leuk uit. Ik wilde hem eigenlijk eerst niet kopen, want ik heb al zoveel opschrijfboekjes. En er zat geen bladwijzer in, zodat ik weet waar ik ben gebleven. Maar toen zag ik de binnenkant en dacht ik, oh man, dit is echt super leuk. Dus bij Tesco, 6 pond. Ik heb ook erg veel snoep gekocht, maar dat ga ik allemaal als laatste laten zien. Bij New Look kocht ik ook wat kleding, waaronder als de eerste deze. Ja, het is niet echt een trui, want het is echt gemaakt van blousestof, als het ware. Maar hij is wel met lange mouwen en hij heeft een beetje van die vlindermouwtjes en dat vind ik wel heel leuk. Wat is het? Vleermuismaatjes. Hij heeft een heel mooi bloemenpatroon en wat ik hier leuk aan vind is dat het best wel een casual top is. Maar je kan deze heel makkelijk ook naar zakelijke gesprekken dragen, omdat het best ook wel een nette top is. Maar hij zit onwijs lekker. Hij valt goed, hij is lekker wijd, daar hou ik wel van. En dan kan ik hem zo een beetje zo in mijn broek stoppen aan de voorkant. I like it. En deze was 22,99 euro, want er staan europrijzen bij. Ik heb nog een bloemenshirt gekocht en dat is deze. Het is gewoon echt een heel simpel shirt, maar ik vond de kleuren erg mooi. En wat ik erg leuk vond is dat de hals super wijd is. Dus het is echt een hele wijde, ronde hals. Dus je ziet het echt zo
Nou ja, het komt eigenlijk bijna tot aan je schouders, de hals. Deze heb ik al aangehad, maar volgens mij was die €12,99. En het is echt een hele fijne, lichte stof. En dan het laatste kledingstuk wat ik heb gekocht bij Lulu Look is deze leuke top. Rood met kant eigenlijk. Dus hier draag je dus van een hemdje onder. Aan de achterkant heeft hij knoopjes. Hij kost €24,99 en hij is een beetje krop. Dus dit zou ik dan dragen met high-waisted jeans. In ieder geval heel leuk. Ik vind de kleur rood ook heel bijzonder. Ik weet niet of je het ziet echt op beeld. Het is een beetje een falen rode kleur. Het is heel anders dan de rode kleuren die ik al in mijn kast heb hangen. Oh, en hij zit best buiten trouwens. Kom ik nu net achter. Maar goed, erg veel verschil maakt dat niet. Bij New Look heb ik ook nog dit gekocht. Heel shield. Bijvoorbeeld voor als je last krijgt van je enkel in schoenen. Of als je voeten bijvoorbeeld uit een hak glippen. Het is altijd wel heel erg handig om te hebben. Die zag ik liggen en ze kostte €4,50. Oh, dat is eigenlijk al duur. Dat heb ik helemaal niet gezien toen ik het kocht. Ik kocht bij New Look ook 4 scrunchies. Allereerst deze set van 3, waarvan ik de rode er al af heb gehaald. Ik vind deze voor het najaar wel echt heel leuk. En ze zijn lekker zacht en rekbaar. Ik vind het ook heel leuk om dit om mijn pols te dragen. Gewoon als random accessoire. Deze set kostte €5 en heb je dus zwart, grijs en donkerrood. Ik heb ook nog een losse gekocht, maar deze is wat groter. En ik vond hem erg leuk door de print. Het is een hele mooie romantische zwart met roze bloemenprint. Ik vond deze erg mooi. Dit kan echt super leuk zijn als je een hoge staart in hebt. Dan gewoon dit eromheen. Nou, ik wou wel een beetje 90s vibes. Dan kocht ik bij Tesco een sokkenset. Een kerstsokkenset wel te verstaan. Het zat allemaal super leuk ingepakt, maar ik moest het weggooien. Want anders dan past het niet met mijn handbagage. Maar het is een set van 4 sokken met 1 sneeuwpopjes. 2 sneeuwmannetjes. En deze baard is ook echt een beetje zo fluffy. Dat is echt heel schattig. 3 rendiertjes. Echt super schattig deze. En tot slot pingwings. Ook altijd leuk. Ik ben echt wel een beetje gevallen voor de kerstding. Want ik heb namelijk nog een paar dingen gekocht. Een kerstpyjama. Dit is het bovenstukje. Er staat een rendier op. En dit is ook echt heel mooi. Fluffy en zo. Hij heeft lange mouwen, dus het is wel echt voor de koudere dagen en nachten. Dat is voor nu nog een beetje te warm. Maar dit is al heel schattig. En dan zit er deze broek bij. Met van die super winterse kerstachtige ruitjes. Zo leuk! Oh. Volgens mij was deze pyjama €18. En was de sokkenset iets van €8. Het zijn niet de goedkoopste dingen. Tesco is absoluut niet het goedkoopste van allemaal. Maar ik kon het niet verstaan. Ik zag ook nog heel veel leuke kersttruien. Maar die heb ik allemaal niet meegenomen. Want ik dacht, Tesco, het wordt te veel. Oh ja, want ik heb ook nog dus bij Tesco heb ik deze sokken gekocht. Van die hele lange, fluffy, zachte sokken met rendiertjes ook. Huh? Ik vind het meer een beetje op een konijn lijken. Minder de antlers dan, hoe noem je dit in het echt? Ik weet niet meer hoe je deze dingen noemt. In ieder geval, ik vind het meer op een konijn lijken als je dit weglaat. Hier zit nog wel het kaartje op. Deze kostte €6,50. Dan zijn we aangekomen met snoep. Want ik kon niks eten op dat moment. Want ik was nog in mijn vegan challenge bezig. Dus ik heb me heel erg moeten inhouden. Maar nu mag ik alles weer eten. Gelukkig. Ik ga het even heel snel laten zien. Want het is best wel veel. Maar ik dacht misschien vinden jullie dat wel leuk. Oké, ik heb 2 pakjes koekjes gekocht van Maryland. Dit zijn de gooey's met hazelnoot. En dit zijn de big and chunky met witte chocolade en brownie. Deze leek me allemaal erg lekker. En ik heb deze al geproefd. En die was inderdaad erg lekker. Dan heb ik 2 repen hele pure chocolade gekocht. Deze is echt goddelijk. Dit is van het merk Lindt Excellence. En dit is caramel with a touch of sea salt. Had ik nog nooit op, caramel en zeezout. Maar ik snap nu wel waarom iedereen er altijd zo lyrisch over is. En dit is donkere chocola met limoen. En dat lijkt me ook heel lekker. Dan heb ik hier een twirl. Een Crispello. En volgens mij hebben we hier ook gewoon van die kleine snoepjes van in Nederland. Maar dit is ook niet een candy bar. Dit zijn gewoon 3 kleine snoepjes zoals we hier zo ook hebben. Lekker doelloos dus. Ik heb natuurlijk Reese's Peanut Butter Cups gekocht. Want daar ben ik gek op. Ik heb natuurlijk een Double Decker gekocht. Ik had er eigenlijk 2, maar ik heb er al eentje van op. Double Deckers zijn mijn favoriete Engelse candy bar. Ik heb een Boost gekocht. Dit is gewoon chocola, biscuit en karamel. Maar een hele goede combinatie. Dit is mijn 1 favoriete candy bar vanuit Engeland. Dit is de Toffee Crisp. En die is ook echt heel erg lekker. Ik heb de Whisper Gold. Wow. Ik heb de Whisper Gold. En die is ook met karamel en heel lekker. Het wordt een beetje eentonig, hè? Alles is lekker. Ik heb de Skittles Confused, want die hebben we hier niet in Nederland. En dan heb ik tot slot heb ik de Lindt Hello My Name is Strawberry Cheesecake chocoladebar. En dit is dus melkchocolade met strawberry cheesecake vulling. Yes! En dan is dat, volgens mij, als mijn tasje helemaal leeg is, ja, dan is dat alles wat ik heb gekocht in Engeland. Allemaal in 1 middagje ook nog, want we waren er echt maar 1,5 dag. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden. Ik word altijd weer blij van shoppen in andere landen die ik nog niet zo goed ken. Gek genoeg heb ik helemaal geen make-up gekocht, maar eigenlijk was er ook niet echt een drogisterij. Er was wel in de Tesco was er een soort van make-up afdeling, maar het enige wat ik wilde hebben was een collection concealer. En die hadden ze niet meer in mijn kleur, dus dat was heel jammer.
En voor de rest, ja, ik focuste me meer op de lifestyle en snoepdingen dit keer. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei doei. Hallo, vandaag ga ik een Q&A doen. Ik doe dat gewoon om de zoveel tijd en vraag kom vragen op Twitter en Instagram. Dat heb ik deze keer weer gedaan. En ik krijg altijd zo immens veel vragen binnen. Dat is echt niet normaal, jongens.